En een hele goede morgen mensen, en dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In de maand van 21 tot 21 december. Een queer voor jullie op dit kanaal. En ja, wat een beetje. Maar goed, ik ga het vandaag hebben over concerten of op vakantie. Wat ook leuker vinden. Dan ga ik het vandaag over de video over hebben. Laat even weten in de comments wat jullie daar graag willen. Concerten of op vakantie gaan. Maar hoor nu van mij wat ik leuker vind. En natuurlijk vertel ik nu in deze video waarom ik niet weet wat ik vind van vakanties. En daarna wat ik vind van concerten. Maar goed. Ik ging vroeger heel vaak op vakantie doen met mijn handicap. Met mijn handicap ook mee. Maar ja, waarom? Dus ik had het heel leuk om met mensen te leren kennen. Ook mensen in de rolstoel. Dus toen ging ik vaak met het Rode Kruis mee met de hele dag. En toen bestond dat niet meer de hele dag. Over de hele tijd. En toen ging ik met de Zonnebloem en via het Rode Schutterberg. Dat vonden we doen natuurlijk aan het 3 keer per jaar. En toen moet je mensen ook weer, andere mensen weer, aan bod op te komen om mee te gaan. Want er waren een beetje aan het leren daar. Misschien nu nog steeds wel, maar ja, maar ze dingen. Ik ga niet van, joh, weet je, leuk om met hen mee te gaan. En hoe ouder ik werd, hoe meer ik dacht, joh, het is leuk, maar ik kom eigenlijk niet zo gehandicapt dan ik echt ben. Dus eigenlijk, mijn besloot om dan niet op vakantie te gaan. Het was 5 jaar geleden of zoiets. En de laatste keer was het dat ik in mijn ex zat. Ik ging de laatste keer met haar in de dag. En dat was echt een ramp voor mezelf. Niet om haar, maar om de mensen te leren kennen die ook een handicap heeft. Waarom ik dat niet zo leuk vond, is wat ik net al zei, is dat ik niet zo blij ben om met een handicap te leren kennen. Ik heb niet mensen die kan lopen of mensen die gelicht zijn, ik heb even. Maar je niet kan zien dat je een jet. Zoals je weet, zie je mij in beperking, zie je me wel aardig goed. Er zit nog mijn rolstoel en ja, dan zie je van mijn hoofd en daar moet ik zeggen. En ja, dan moet ik dan goed zijn, joh. Waarom wil ik dan nog lekker met de vakantie gaan? Met de organisaties waar ik heen ging. En toen dacht ik hoe van, oh, wat wil ik dan doen? En in plaats van naar concerten te gaan. Dat was vorig jaar de eerste keer, met mijn vrouwtje de eerste keer. Toen niet de eerste keer, maar wel voor mij echt de eerste keer. Alleen als een concert. Dus waarom? Toen vind ik waarom ik alleen ga. Me eerst vertellen waarom ik concerten graag leuk vind. Het is omdat ik graag mensen die mensen omheen hebben, die gewoon af en toe ook leuk vinden om naar je te gaan, naar concerten te gaan. Als je zich te gaan, niet ook leuk vinden om naar je te gaan. En nu komt het waarom mensen, waarom dan concerten. Nou, het is namelijk zo dat ik niet op uitleg hoe je moet helpen, hoe je moet zorgen. Ik ga gewoon de taxi weer heen terug naar huis. Ik ben altijd naar huis toe om me te helpen. Maar met de vakanties waar ik mee ging, hoe gaan we organisaties dat om doen, of hoe je krijgt en dan moest je altijd uitleggen wat je moet doen qua zorg. Natuurlijk kan ik het ook wel, maar geef het altijd een keertje op. Want je te vermoeid om dan dingen uit te leggen. Wat nou waarom ik iets zou willen en niet. En zei van, moet je niet doen, ja, dat is anders. Zei ze nee, dus iedere keer een discussie met de vrijwilliger en mij als deelnemer over de zorg die mij verleenden. De meeste mensen weten denken niet van, joh, je zegt, zit al je zin in zijn stoel? Nee, je kan niet zo in je stoel zitten, ik blijf gewoon liggen en dan moet ik ook echt geholpen worden. Wil je de video graag zien? Kan je even kijken naar de serie, is dat goed voor goed vrienden? Seizoen 1. Dan vertel ik alles in wat ik nodig heb voor een vakantie. En dan kan ik even een eetje zetten in de video hierbovenin. En ja. Dus dat is een beetje de reden waarom ik nu op vakantie ga. Waar ik op zetten ga, is dat dus. En wat zou je graag willen in een nieuwe teamvakantie? Of teamconcerten? Ja, dit weet je onder de comments, dat kan ik wel tof vinden.
Ja, ik hoop jullie ook wat je leuk vond. Zo ja, dan zet ik mijn duim omhoog. Vergeet je om te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik je morgen om 11 uur in een nieuwe video. En zeggen wij wel tot later.